Hoi hoi, we zijn vandaag in Plopsaland de Pannen. Wij, een mooi vrouwtje er ook bij. Hallo. En zij heeft vandaag een abonnement genomen, dus het zal ook niet de laatste keer zijn. En de reden is heel simpel. Volgend jaar gaat er een beer van de coaster komen te staan. Dus kunnen we zo'n gelegenheid niet missen om ook een abonnement te nemen. Walibi krijgt de laatste tijd heel veel aandacht. En terecht, omwille van de bouw van de Intamin Megacoaster. Maar we zouden misschien wel durven vergeten dat ook in Plopsaland de Pannen een gigantische achtbaan volgend jaar gaat komen. En ik wil jullie even meenemen naar al de funderingen die al gelegd zijn, want die zijn allemaal al klaar. En ik wil even jullie een kijkje laten nemen in het park. We staan bewust hier. Ik ga even de GoPro draaien. En ik ga even naar daar gaan, omdat hier eigenlijk het allemaal gaat beginnen. Hier gaat een nieuw pad. Hier zien jullie nu nog een houten poort. Dus hier komt eigenlijk de nieuwe pad naar de nieuwe zone. En even naar boven. En dan zien jullie ook al de constructies zitten. Dus hier gaat eigenlijk een nieuw pad komen te liggen naar de nieuwe zone. Dus vroeger was het eigenlijk vooral hier een groene zone. Dus de bomen zijn afgelopen winter allemaal gekapt. En wat zien we hier nu? Dat is eigenlijk een kale vlakte vol met fundering. Waar dus binnen x aantal maanden de eerste supports komen te staan. Ginds in de verte zien jullie eigenlijk al het toekomstige stationsgebouw. Dus van waar de MAC-achtbaan zal vertrekken. En hij gaat vertrekken vanuit het station, op een verhoogd stuk. En hij gaat daar eigenlijk al de eerste van 5 inversies maken. Dus hij gaat heel traag over de kop gaan. Het is eigenlijk een zogenaamde yo-yo-rol. Dus je gaat heel traag over de kop gaan en vervolgens op de lanceerstrook komen te staan. Dus wat we hier eigenlijk zien, is een van de laatste bochten terug richting het stationsgebouw. Dus hier gaat hij ook nog voor de nodige airtime zorgen om dan terug in het station terecht te komen. Dus we gaan even het pad vervolledigen. Dus wat we hier zien is de plopzone, die er al sinds jaar en dag staat. Maar de achtbaan gaat dus een prominente plek krijgen in de plopzone. We gaan even verder. Want de lanceerstrook, het is eigenlijk een dubbele lanceerachtbaan. En zowel de eerste lancering als de tweede lancering zal eigenlijk plaatsvinden achter de konijntjes. Dus we zijn nu op weg naar de konijntjes. De achtbaan zelf zal ook wel beschermd worden om de kinderen geen schrik aan te jagen, want het gaat toch wel een vrij pittige achtbaan worden, zeker voor een pretpark als Plopsaland de Pannen. Dus wat we hier zien is zowel aan de linkerzijde ginds als aan de rechterzijde dat het afgemaakt is, de konijntjes, omdat daar de beide zijden de achtbaan zal gebouwd worden. Dus we gaan even verder. Ik ga links. Eigenlijk niet echt reglementair, maar er loopt toch niet zo heel veel volk in het park. Om dan vervolgens zo dadelijk aan de jetskis uit te komen. En je gaat zien, ook aan de jetskis is het meer afgelopen winter vol funderingen gegoten voor de komst van de nieuwe achtbaan. Dus de bouwfirma RCS, die momenteel in Walibi Belgium aan het bouwen is, zal vermoedelijk in september van start gaan in Plopsaland de Pannen. Dus mijn idee is dat ze in september de baan gaan afmaken in Walibi Belgium en dat hetzelfde team dan naar Plopsaland de Pannen gaat komen. Dus we zijn hier terechtgekomen aan de jetski attractie. En naast de jetski attractie gaan jullie zien dat het meer ook volgegoten is met
funderingen voor de toekomstige supports. Dus hier zal ook de tweede inversie, een zogenaamde bananarol, plaatsvinden. Dus het gaat hier een heel ander zicht zijn volgend jaar. Zoals jullie zien, de voorbereidingen zijn volledig getroffen afgelopen winter. En het is de bedoeling dat het meer, ik vermoed ook in september, oktober, zal leeggemaakt worden. Zodanig dat de werken aan de achtbaan kunnen verder gezet worden. Wat we hier zien is een nieuw pad. Dus jullie zien eigenlijk, we gaan nu eigenlijk het nieuwe pad betreden. Het is prachtig ook naast het meer. We zijn zo eigenlijk richting Supersplash aan het stappen. En ook hier gaan jullie zien dat het meer vol funderingen gegoten is. En dan hier gaan we bewust ook even stoppen. Want hier, recht voor mij, komt eigenlijk de eerste lancering. Dus we gaan zo uit het stationsgebouw komen. Vervolgens gaan we een eerste inversie maken, dus de eerste van 5 inversies. En hier worden we gelanceerd. Het vervolg van de lancering vinden we hier, om dan daar eigenlijk tot een hoogtepunt te komen. Vervolgens de rit verder te zetten en ginds aan de jetski attractie een eerste inversie te maken. Om dan vervolgens hier ook een looping te gaan maken. Dus het wordt echt wel spectaculair. Even verder kijken. Dus de baan gaat zich ook verder zetten. Rond de Supersplash. Hij gaat hier ook een zero-g roll maken. Om dan vervolgens terug te keren. Terug naar hier. En hier gaat hij dan eigenlijk... Want we staan hier nu eigenlijk voor... De konijntjes. Hier gaat hij dan ook een tweede lancering maken. Dus eigenlijk de twee lanceerstroken liggen ook evenwijdig naast elkaar. Dus het gaat eigenlijk hier ook een prachtig beeld geven. Hè. Er zijn heel wat bankjes. Je hebt hier een nieuw pad. Dus het zal hier heel aangenaam vertoeven zijn. Omdat je hier toch heel veel gaat zien. Je gaat twee lanceerstroken hebben. Je gaat dan ook achter mij... ik denk hier drie inversies zien. Ja, drie inversies zien. Dus het gaat echt wel de moeite zijn. En de achtbaan gaat echt wel een gigantische prominente plek innemen in het park. Want waar dat je ook gaat staan, in de plopzone, in de megamindi-zone, in de kaartjeszone, in Princesia, je gaat de achtbaan overal zien. Dus het gaat fantastisch worden. We gaan nog heel even verder stappen. En dus hier zijn we nog altijd op een nieuw stuk pad, dus we lopen eigenlijk net naast de eerste lanceerstrook. Wat jullie daar ook al zien is eigenlijk een, ik vermoed toch een machinekamer voor de eerste lancering. Ah ja, voor de lanceringen. Wat we ook gaan hebben in de zone, dus de achtbaan zal een steampunk kleedje meekrijgen. Dus het is eigenlijk de tweede type van de Mack Extreme Spinning Coaster. De eerste achtbaan werd gebouwd in het Amerikaanse Silver Dollar City. Steve van de Kerkhoof, CEO van Plopsa Groep, heeft daar de achtbaan getest en was immens enthousiast over die achtbaan. En heeft dan ook beslist om een achtbaan hier in Plopsaland te de pannen te bouwen. We komen nu in de buurt van die andere Mack attractie, de Mack Supersplash. En ik stop eigenlijk graag ook even hier op de Houten Brug, omdat hier eigenlijk ook een nieuw pad zal komen. Dus we zijn hier eigenlijk in de bocht en hier gaat eigenlijk een aftakking komen van de brug naar de nieuwe zone. Dus hierachter eigenlijk komt het stationsgebouw van de nieuwe achtbaan. En dan hier eigenlijk gaat er een brug komen over de vaargeul van de Mack Supersplash. We zien nu net ook een bootje, een leeg bootje passeren. De attractie was daar net in pannen. En ze zijn de attractie klaarblijkelijk terug aan het testen. Dus hier komt eigenlijk een nieuw pad, zo naar de nieuwe zone. De nieuwe zone gaat dus een mobiel horecapunt krijgen in steampunk thema. Het stationsgebouw en onder het stationsgebouw op het gelijkvloers komen dan ook de toiletten. Dus afrondend
De treintjes van Silver Dollar City gaan ook gebruikt worden, dus ook in een steampunk thema. Ze mochten dezelfde treintjes gebruiken, die er echt wel prachtig uitzien. En ik denk dat daarom ook wel de keuze beïnvloed is om naar een steampunk thema te gaan. Dus ik hoop dat jullie zo al een beetje een beeld hebben van waar de paden gaan komen te liggen, hoe de attractie er gaat komen uit te zien. Zoals gezegd, de constructie van de supports en track zal vermoedelijk in september van start gaan, of rond september. En dan gaan we zeker terug een kijkje komen nemen. Op zeer regelmatige basis, want dan gaat het pas echt interessant worden. Maar ik denk dat België volgend jaar... We zijn benieuwd. We zijn zeker benieuwd. Het gaat knallen worden. En ik denk dat heel veel pretparkfans volgend jaar naar België gaan afzakken. Want er gaat niet één super achtbaan komen, maar mogen we niet vergeten, het gaan er twee worden. Ook in Plopsaland de Pannen gaat er eigenlijk een attractie komen die zijn weerga niet gaat vinden. En Plopsa kennenden ook prachtig zal gethematiseerd zijn. Dus we kijken er ontzettend naar uit. Ja. Voilà, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal. En tot later. Dag. Ciao.